Een MRI-scan is soms noodzakelijk voor een medisch onderzoek. Maar voor absoluut niemand is het een pretje. Voor de een is het erger dan voor de ander omdat hij last heeft van claustrofobie, bijvoorbeeld. Ik wil je in deze video een paar praktische tips meegeven die ervoor gaan zorgen dat jij meer rust kan ervaren tijdens zo'n onderzoek. joh, haal even diep adem, dan komt het wel goed. Dat is regelmatig het advies wat we krijgen wanneer we iets spannends gaan doen. En precies dat kan ervoor gaan zorgen dat jij gaat hyperventileren of dat je paniek kan ervaren of nog meer stress. Dus mijn tip is dan ook: ga je voor een MRI-scan naar het ziekenhuis. Ga dan niet of geen aandacht geven aan jouw ademhaling. Dat kunnen we allemaal. In de volgende tips ga ik je uitleggen waar je dan wel aandacht aan mag geven. Ga je voor een MRI-scan, dan krijg je een koptelefoon op. Die koptelefoon zorgt ervoor dat die geluiden van die MRI-scan zoveel mogelijk worden gedempt. Tegelijkertijd kan je er ook voor kiezen om muziek af te spelen. Muziek dat je zelf meeneemt, een, bijvoorbeeld een podcast, of je favoriete liedje, of je luistert naar de radio. Hiervoor heb ik ook nog een speciale tip. Want als ik voor een MRI-scan zou gaan, dan zou ik ervoor kiezen om naar een sprookje te luisteren. Een sprookje? Ja, een sprookje. Want hoe makkelijker het wordt om visueel te leren luisteren, hoe sneller de tijd voorbij gaat. Hoe meer details er zijn om over na te denken, om daar een beeld bij te vormen, hoe makkelijker het wordt om in het moment te blijven en niet in een bepaalde stressreactie te schieten. Dus ik stel voor: hoe oud of hoe jong je ook bent, luister naar een sprookje. Dat wordt namelijk op zo'n manier verteld dat het heel makkelijk is om daar een beeld bij te vormen, om daar echt even je gedachten over te laten gaan. Dus niet een muziekje dat lekker luistert, waardoor je nog steeds geneigd bent om jezelf te willen controleren, maar luister juist naar dat sprookje. Wat zie ik, wat ruik ik, wat voel ik, wat beleef ik? Het is zodanig beschreven en het wordt zodanig verteld, dat het heel makkelijk wordt om echt even mee te gaan in een nieuwe wereld. Zo gebeurt dat bij kinderen en zo kan het ook gebeuren wanneer jij een MRI-scan hebt. Dus luister naar een podcast die gaat over een sprookje of luister naar een luisterboek. Maar ga al die details die worden besproken, de kleuren, de beweging, de geur, de beleving, sluit je ogen en zie het echt voor je. Neem van mij aan, die tijd vliegt voorbij. Voor je het weet mag jij weer uit die MRI-scan. De volgende tip is: scan je eigen lichaam. Beetje gek wanneer je natuurlijk voor een MRI-scan gaat. Maar het gaat ervoor zorgen dat je jezelf een taak kan geven om daar heel stil te kunnen blijven liggen. In plaats van dat we denken: volgens mij raak ik in paniek. Oh, ik lig hier wel echt heel erg vast. Ik vind het zo spannend. Waarom voel ik mijn hart nou zo tekeer gaan? Doe dan het volgende: je ligt op die bank en je mag centimeter voor centimeter eens even observeren. Welk lichaamsdeel die bank nou precies raakt? Hey, volgens mij is mijn linkerschouder, drukt die meer in die bank dan mijn rechterschouder. Hey, volgens mij is mijn onderrug nog vrij. Zonder te cheaten, want je mag uiteraard niet bewegen wanneer je voor een MRI-scan gaat. Dus blijf heel nauwkeurig liggen, maar ga alleen observeren welk lichaamsdeel een afdruk zou maken op de bank. Centimeter voor centimeter van boven naar beneden en van beneden terug naar boven. En je zult wederom weer zien: de tijd vliegt voorbij. Zoals ik al aangaf, je mag niet bewegen. Dus je mobiliteit in een MRI-scan is zo erg beperkt. dat we aandacht mogen geven aan de dingen die we nog wel kunnen doen. Dus inderdaad goed luisteren naar het sprookje. of echt voelen waar ons lichaam de bank raakt. Maar ga ook even aandacht geven aan jouw denken. Want het kan heel goed zijn dat de vorige tips nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Geef dan aandacht aan jouw denken. Denk met richting. Denk aan een doel. Dus ga bijvoorbeeld een boodschappenlijstje in je hoofd maken: Oké, okay, dit zijn de ingrediënten die ik nodig heb voor een appeltaart. En als ik die ingrediënten in de supermarkt moet kopen, waar liggen die dan in de supermarkt? En ga het heel erg beeldend maken. Dus wederom wat je ook bij een sprookje zou doen: maak het visueel. Maak het zo scherp, dat beeld zo helder, dat je het echt voor je kan zien. Precies het pad naar dat product toe. Precies de hoogte van dat product. Je ziet hoe druk de supermarkt eigenlijk is. Je ziet een lange rij voor de kassa. Je ziet nog even het recept op de achterkant van het pak van, het appel, van de appeltaart. Zo mag jij leren denken. Dus geef er een richting en een doel aan. Maar voorkom dat je gaat denken. Oh, hoe lang moet ik nog? Oh, volgens mij moet ik nu nog 25 minuten. Oh, volgens mij, pff, volgens mij raak ik nu in paniek. Ik voel mijn hartslag omhoog gaan. Dat heeft geen doel. Dat heeft totaal geen richting. Ja, een richting de verkeerde kant op. Het klinkt veel makkelijker dan het is, maar heb lef. Heb energie en toon initiatief om echt continu jezelf... ...heel scherp terug te brengen aan een doel en aan een richting. Of dat nou een sprookje is of een appeltaart maken, dat maakt niet uit. Mijn laatste kleine tip is, ga op tijd weg van huis. Er is namelijk niets vervelenders dan dat je moet stressen om een parkeerplek om je afspraak te halen. Of dat je moet zoeken waar je precies heen moet in het ziekenhuis. Dus ga op tijd weg, zo heb je al veel meer rust voordat je überhaupt een MRI-scan ingaat. Nou, Ontbreekt er nog een praktische tip in dit lijstje die voor jou echt werkt? Laat het even weten in de reacties hieronder. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat die MRI-scan een stuk gemakkelijker verloopt. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video.